Ik ga deze cupcakejes opspuiten met een spuitmondje 233. Daar kan je heel leuk gras mee maken. En dan wil ik een soort bloementuintje van mijn cupcakeje gaan maken. En wat ik dan doe, dan zet ik mijn spuitmondje op mijn cakeje. En dan ga ik spuiten en zodra het eruit komt, blijf je knijpen. Op het moment dat jij denkt, nou mijn gras is lang genoeg, dan stop je met knijpen en dan trek je je spuitmondje weg. Zo omhoog, stoppen en dan trek je het weg. Omhoog, stoppen en dan trek je het weg. Zo ga je hele cakeje langs. Je kan natuurlijk lang gras maken, maar ook heel kort gras. Af en toe tussendoor heel even het spuitmondje schoonmaken. En daarna kan je gewoon weer verder. Zo, dat is mijn grasveldje. En dan kan je natuurlijk met botercreme of buttercream icing, dat is maar net waar je mee werkt, bloemetjes erin spuiten. En daarvoor heb ik witte botercreme met een spuitmondje 18. En daar kan je heel makkelijk een paar dropflauwertjes mee spuiten in het gras. Zo makkelijk gaat dat. En dan om het af te maken, kan je in elk bloemetje nog een leuk pareltje duwen. En een supersnelle. Dezelfde techniek wat ik net deed om gras te maken, kan je ook gebruiken om een wuppie te spuiten. Ik heb hier al een paar cakepops, die heb ik gedipt in candymelt. Ik heb hier ook een spuitzak met dat spuitmondje 233 erop, met al die gaatjes. En dan ga ik daar een wuppie van maken. Je begint aan de onderkant, spuitmondje op je cakepop zetten en dan ook spuiten. Hetzelfde manier als je wat het met het gras hebt gedaan. Zo, het gaat wat makkelijker. Nou, de haartjes zitten erop. Nou heb ik hier een bakje met snoepoogjes. En die plak je gewoon zo tegen je cakepop aan. En wat ik net al heb gedaan, dat ik van fondant heb ik twee voetjes uitgestoken met deze uitsteker. En die kan je op deze manier gewoon onder je wuppie vastplakken. Dan is dit hem.